een nieuw voedingscentrum kan natuurlijk vers fruit en verse groenten niet ontbreken. Nou zie ik hier een heleboel besjes liggen, blauwe bessen, rode bessen. Ik ga even stiekem een hapje nemen om te smaken, proeven hoe lekker dit is. Heel erg lekker. Ik ben hier bij Rob Baan, dat is groente-expert van 24 Kitchen. Ja. Welkom. Dank je. Wat ga jij precies betekenen voor de zender? Ik wil uitleggen wat groente betekent voor de mens, hoe mooi het is, hoe belangrijk het voor ons is, dat het eigenlijk onze toekomst is. Goed eten en gezondheid is heel belangrijk. Dit is meer een missie van ik wil uitleggen hoe mooi groenten zijn en fruit. Ik sta hier bij Jan Wiesbron, talentmanager van 24 Kitchen. Klopt. Dat moet toch een goed gevoel geven om zoveel talent op één zender te kunnen krijgen. Ja, dat mag je wel zeggen. Als je dan hier zo de gang in kijkt natuurlijk met al die prachtige portretten die we gemaakt hebben van alle nieuwe kooktalenten die bij 24 Kitchen te zien zijn. Ja, het is waanzinnig dat je dat ook allemaal mag begeleiden, coachen. Het is een geweldige uitdaging. Ja, ja. Heb je gelijk in. Ja. En Rudolf van Veen, daar werk je al jaren mee. Ja. Min of meer veel programma's voor 24 Kitchen. Hoe... talent van Rudolf. Ja, ach. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Zonder op te scheppen. Het is natuurlijk, hij is meesterkok, hij is meesterpatissier. Daar zeg je eigenlijk alles mee. Het is een combinatie die geen enkele andere kok in Nederland heeft. Heel bijzonder. En ook nog eens een keer een heel bijzonder mens. Heel fijn om mee te werken. En dat straalt hij ook uit op zijn collega's. Als je ziet hoe hij de nieuwe koks ook motiveert, begeleidt. Ja, dat is fantastisch. Dat kan voor 24 Kitchen uiteindelijk een geweldig iets gaan worden. We zijn hier aangekomen in de Dome, waar Rudolf van Veen, de meesterchef, ook gezicht van 24 Kitchen, zometeen 12 uur lang gaat koken voor 24 gasten. Ieder uur komen er 24 nieuwe gasten en de opbrengst gaat naar de stichting Villa Pardoes. Dankjewel! Hey, Paddy! Hallo allemaal! Rock and roll! Bij Nederlands eerste voedselcentrum kan de Franse klassieke keuken natuurlijk niet ontbreken. En daarvoor hebben wij grensloos koken. En onze kok, John, is de Franse kok. Dus... Ja, nou, ik ben geen Fransman, maar ik ben wel een klassieke koker. Ja, Frankrijk, zeker met het weer ook. Dan denk ik van cabriootje, Route du Soleil, richting Côte d'Azur. Dat is voor mij wel het ultieme genieten. Heerlijk daar met een plat fruit de mer, lekker wijntje erbij. Dan een keer naar de champagnestreek. Ik ben er helemaal gek van en ik probeer jullie te overtuigen hoe mooi die streken allemaal, hoe al die aparte gebieden zijn. Ik pak onderdelen uit mijn programma en laat jullie kennis maken met mijn culinaire reis. Ik zou zeggen, laat je verrassen en geniet. Koken is gevoel, koken is passie, koken is smaak. Ik ga natuurlijk aan jullie laten zien welke recepturen daarvoor je moet gebruiken. Maar ik ben meer een kok, tenminste als ik kook, dan kook ik vol met passie. En dat is voor mij niet echt iets op grammages en zoveel snufzout en zoveel bloemen en zoveel... Nee, ik wil het laten zien. Ja. Ja. Wat vind jij eigenlijk van het initiatief van 24 Kitchen? Gewoon de eerste Nederlandse foodzender die gelanceerd wordt vandaag. Nou, dat vind ik een ongelooflijk dapper idee, om mee te beginnen. Ik vind het een goed idee, ik vind het een mooi idee. Maar ik hou van alles wat met eten te maken heeft en met dat soort zaken. Dus ik ben sowieso wel een liefhebber van dat soort dingen. Maar ik vind het ook heel dapper om zo'n zender te beginnen die helemaal daarop gefocust is. Dus ook daar, ook voor de organisatoren, heb ik hele grote bewondering. Kook jij veel? Nee. Okay. Nee. Ik kook heel weinig. Wendy, dus mijn vrouw, die kan wel heel goed koken. Die maakt ook echt hele lekkere dingen. Maar ik ben ook iemand die heel graag buiten de deur eet. En vooral, ja, ik woon in Spanje alweer 13 jaar. En daar is het haast een gewoonte om heel veel buiten de deur te eten. We zijn ondertussen aangekomen in de Dome, waar Irene Moors ook zit. Irene heeft volgens mij heel veel samengewerkt met Rudolf. Hoe vind jij dat Rudolf zo bezig is met 24 Kitchen?
Rudolf is echt de koning op televisie- en kookgebied. Want hoe hij mensen kan enthousiasmeren om ook de keuken in te gaan en lekkere dingen te maken. Ja, ik ken eigenlijk niemand zoals Rudolf. Daarom ben ik ook al zo lang zo blij met hem op de zondagmiddag. Eerst bij Live in Cooking en nu bij Live for You. En hij, ja, dit is zijn droom. Een echt alles kunnen laten zien binnen 24 Kitchen. Gewoon stap voor stap alles te laten meemaken door de kijker. Kijk, bij ons in het programma op de zondagmiddag, daar zie je die stappen nooit. En dit is, ja, daarom is het ook zo fijn dat er nu eindelijk een zender is die dat allemaal gaat laten zien. Dat je gewoon thuis zit en je denkt, oh, en daar en die snij je dan en dan moet het dan in de pan. Ja, Rudolf vindt dat heel fijn dat hij nu echt Nederland kan meenemen aan de hand om goed te leren koken. En ik ga zeker ook kijken, want na al die jaren heb ik slecht opgelet. Maar nu wil ik het echt gewoon zien en leren.